Hallo, welkom terug bij deel 10. Oh, we gaan eten. En weer dezelfde aan mijn karakter. Ze is verliefd op me, dat kan niet anders. Ze is verliefd op me. Even weglopen. En voilà. Yep, fiets parkeren. Goed. Oeh, die is een geheim aan het vertellen. Dag, dag. Ja, nog eentje. Goed, dus ondanks dat jij gegeten hebt. Oh god, ja. Ja, we zitten weer een paar dagen tussen. Eindelijk op video vastgelegd in Nederland dat mijn wc-pot vlamde terwijl er een sim naar de wc ging. Oh god, is die al. Oh. De gemeentebestuurder, de boeven in de stadsgevangenis hebben een openbare verdediger nodig, maar er is maar een beperkt budget beschikbaar. En SME heeft nog maar weinig methodes om openbare verdedigers te overtuigen. Om een handje te helpen. De nood is hoog en er zijn drastische maatregelen nodig. 2 om precies te zijn. De advocaat omkopen of de procedure opschorten. We gaan de procedure opschorten. Of zullen we de advocaat verkopen? Ik zeg opschorten, maar ik denk dat het toch. Ik denk dat het advocaat verkopen is. Esmee valt snel flauw midden in de rechtszaal. De gerechtsdeurwaarde schiet. De hulp en de rechter schorst de zaak onmiddellijk op. Esmee knipoogt naar diens cliënt. Want nu is er wat meer tijd om een oplossing te vinden. Oké, dat is toch de goeie. Nice. Ah, Winnie. Nee, vind je het gek? God, voor allemaal een lot laten kopen. En je gaat eventjes voor iemand verhuizen. Je bent je lot kwijt. Dat vind ik echt idioterie. Hey, ik ben weer wakker. En zij heeft me geblust. Je moet wel even dankjewel zeggen dan, hè? Dat doen we in de vorm van leren kennen. Want ze heeft me geblust. Dat is waar, dat is waar. Dus alleen even leren kennen, meer niet, dan is het weer. Oh, hou er even in de praat. Zat je in de broek. Moet ze heel nodig? Oh ja! Ja, je bent gemeen, dus. Nee, we moeten niet boos op maken. Vriendelijk. We doen gewoon iets vriendelijk. Enthousiast zijn over vampieren. En dan doen we meteen. Vriendelijk. Groepsverhaal vertellen. Oh nee, niet. Nee. Meer keuze. Over handigheid praten. Oh nee, dat gaat te lang duren. Even kieken, loekoekloeri. Lady. Jij bent geel. Hallo. Sandra, jij bent ook geel. Nicole, jij bent groen. En Icy, waar ben je? Jij bent daar, jij bent ook groen. Dus, maar oh shit, ik denk eindelijk van die regenboog af, maar ze zijn nog allemaal gespannen vanwege die brand. Ja. En omdat ze de loterij verliezen. Ja, omdat ze jullie kaarten hebben afgenomen. En daarom heb ik mij destijds 600... euro teruggegeven, want ik heb wel voor die kaarten betaald. Ja,
Oh god, ik moet de wc nog doen. Wat hadden we? 232, zoiets terug gaat van de verzekering. Hè? Want jij moet 680 betalen. Zelfs hier op, ben meteen weer bloed. Zelfs de verzekering in de Simsland handelen net als de verzekeraars hier. Daar heeft iemand weer in het perkje bij gehaald. Heb jij nou dorst? Het was je nog groen. Oh nee, je bent rood. Hoe kan dat nou? Je was net groen. Ik heb jullie allemaal gecheckt. Jullie lopen snel leeg. Je doet niet eens daar snel vooruit. Oh, het regent. Het regent. Eerst sneeuwt het en nou regent het. En we hebben de herfst, de lente. Het is het weer van Nederland. Oké, tegenwoordig is het zon. Wat hebben we een winter gehad? Joh, joh, joh. Zo'n winterpret gehad met de sneeuw en ijs. In de winter liep je in je korte broek. Oh god, ja, die laatste video ook, dat mama ineens vanuit het niets uit zichzelf begon te vechten met Nicole. Wauw! Als je het over de duvel, als je het over de slachtoffer hebt, Nicole. Nee, wij zijn beginnen al aardig bekender te worden. Ja, wij zijn best wel vrienden. Wij niet, nee, dat weet ik. Wij ook nog steeds niet. Moet ik toch iets aan doen hoor. Jij bent er die ik mag. Jij bent er die ik mag. En jij bent er die ik mag. Hé, hey, raar. Het zijn alleen maar vampieren die ik mag. Ja. Serieus, ik mag geen gein. Maar dat zijn echt de karakters waarvan ik vind die kunnen ze goed samen opschieten. Vooral omdat die mama nu met haar heeft gevochten, heeft ze een vijand erbij. Ik vond het geweldig om te zien. Ze is net een seconde terug in het spel en ze begint meteen te knokken. Maar ja, van een vampier een mens van een vampier winnen, vergeet het maar. Vampieren hebben bovenmenselijke krachten, dat gaat niet. Daarom maak ik me geen zorgen. Ik denk, je kan vechten, weet je, wil je gaat eronder. Je gaat eronder. Je gaat eronder. Ja, het was een beetje frisjes vandaag. Dus ik denk, we hebben wel lange mouwtjes aangetrokken. Hoewel de zon nou weer schijnt. Wat hebben we vandaag eigenlijk? Dinsdag, 30 juni. Ook vergeet de tijd te zetten. Oh nou. Waar is mijn klok? Waar is mijn klok? Mijn klok is weg. Ah, gevonden. Sta je nog 30 minuten? Ja. Start. Oeh, gelukkig. Hey, ik moet mijn timer zetten, want als ik speel, ik vergeet de tijd. Ik vergeet de tijd. Net zoals nu ook. Er zit nu weer een paar dagen tussen. Ik was helemaal vergeten met video's de titel te geven. Dus moest al mijn video's die ik geschoten heb, moest ik terugkijken. Dat is van 29 en van 30. Moest ik al die video's een beetje terugspelen om te zien wat er gebeurd was. Zodat ik de betiteling aan de serie kon geven. Hey! Gefeliciteerd, meis. Ja, ik mag me niet met haar bemoeien, dus ik moet het even op deze valse manier doen.
Dat is het enige dat ik doe, is ik vervul haar taken die ze moet doen en ik beantwoord de telefoon dat ze moet werken. Voor de rest bemoei ik me met niks met haar. Maar ze maakt geen promotie als ik het niet doe, dus ze blijft hetzelfde steeds doen. En ik vind het leuker dat ik, want ik kan zelfs nog verder vals spelen als ik zou willen, want ik kan het hier weer tevoorschijn. Als ik rechtsmuis kan ik invullen 100 en dan gaat hij naar 100. Maar dat doe ik niet, want dat vind ik echt vals spelen. Dat moet zelf dagen. Alleen dit, omdat ze dat moet doen, ik mag me niet bemoeien met het. Daarom doe ik het zo, maar dat doe ik niet. Dat mag ik niet meer. Want ik kan niet net zo goed die vampieren gaan voeren. Nee, dat is hetzelfde. Nee, dat haalt de lol uit het spel. Maar zeg ik, alleen dat doe ik en ik beantwoord de telefoon, voor de rest niks. Het regelt en we gaan naar buiten. Hey, dat is een nieuwe. Van de eerste regen genieten. Regenpret, ja. Zo te zien heb jij geen pret. Nee, waarom ga je niet naar binnen? Ga naar binnen, anders word je ziek. Waarom sta je buiten zonder paraplu? Hé, je papier, je boek wordt net. Je boek wordt net. Heb jij het ook? Nee, jij hebt er geen last van. Dan kun je buiten blijven staan. Is er geen plas water dat je even kan stampen? Modder. Hey, er zijn er hier pas twee begraven. Hey, wie zijn dat? Want alle graven zien er zo uit. Dit is vers gegraven. Ik moet mijn andere video even terugkijken, want daar heb ik waarschijnlijk aan het kijken voor die... Hey, we hebben plasma fruit. Daarvoor dus. Want het plantje, dat stond hier. Oeh, kijk even wat. Oeh, je kan in de regen douchen. Moet je douchen? Ah, voor de lol. Ga in de regen douchen. Doe het boek even weg. Even een beetje regenpret. Je bent net als ik. Wij geven niet erom dat het regent dat we net zijn. Wij houden ervan. Oh, ze gaat daadwerkelijk douchen. Ik denk, nou, dat is een snelle drin in de ruit. Maar ze gaat daadwerkelijk douchen. Ja, je hebt honger. Eten. Nee, je kan het tegen. Je bent net als ik. We zijn één. Nou, weet je wat? Dan mag je eten gaan maken. Hai. Diner serveren. Laten we dat doen. En we gaan voor worst en bonen. Want dan gaan ze allemaal poepjes laten. Dat wordt lachen, dat wordt leuk. We reageren zo, dan hoor je zo maar. En dan doen ze het bijna. En dan mag je ze ook allemaal gaan roepen om te eten. Net als je de laatste keer gedaan hebt. En dan hoop ik dat die andere weer te laat komt. Die zal waarschijnlijk wel slapen. Oh nee, ze is wakker. Zo. Oh, je hebt niet een slaap. Je ziet eruit trouwens groen uit. Dus, oh, verkeerde. Ja. Hup, en weer gewoon het heen naar buiten. Lang leven de regen. Is mee. Hij is hier in de smees en buiten. Ik vergeet haar naam telkens. De rest weet ik. Wat is er? Ben je net? Ja, dan trek je toch even andere kleding. Ah, waarom heb je niet geroepen? Aan tafel roepen. Kom op.
duurt altijd even voordat het doordringt. Van, ik moet iets doen, ja. Oh, wat is het? En er is iets stuk. Weer die tv. Volgens mij denkt hij, je hoeft me niet te roepen. Ik heb al, dank je. Ga zitten, anders word je weer beledigd dat er mensen bij je zijn. Kom op, ga zitten. Zak in, zak in. Of heb je het al? Je had het volgens mij al. Ja. En wat vreemden, het is familie, dat zijn toch geen vreemden? Mis ik een stoel? Ik mis twee stoelen. Oh, want hier kan toen niks staan. Dat ding staat daar. Oké, er is over nagedacht. Weet je wat, het is misschien toch maar beter dat je hier gaat zitten. Oh, je bent klaar met eten. Huppatee. Hé, ik hoorde weer wolven janken. En ja, maak weer wolven mogelijk in dit spel. Alsjeblieft. Je hebt al vampieren, dat is tof. Maar ook graag weer wolven. Je kan via Edons een keer een weerwolf maken, maar dat is zo... Je moet echt die hele weerwolf samenstellen. Jij gewoon het rest meteen klaar. Boem, klaar. En wat ik al zei, geesten en spoken en bezeten baby's. Oh, graag. Maar dan mag je weer wachten tot Halloween. Een leuke Halloween dingetje. Het is toch al juli, augustus, september, oktober. Oh, november, een grote maand, een hele grote maand, dan word ik 50. En we gaan het vieren, met gamen. Ik heb mijn familie al heel subsidievelijk ingelicht, ik hoef geen pop te hebben, ze hoeven geen mosterd te brengen. Ik vermoed wel dat ze dat al verwacht hebben. Wie heeft er niet gegeten? Esmee, want jij zat daar, toch? Oh, je zit vol. Ah, dan dieften we die toch even lekker daarheen. Maar met 8 of met 7 spelers, dat wordt stinken. Oeh. Het duurt een paar uur voordat het begint te werken. Wat is jouw volgende ding wat je moet doen? 3 keer de computer gebruiken om ondeugd te veroorzaken en niveau 3 bereiken van ondeugdvaardigheid. Oh, dat kan wel hoor. Dat kan wel hoor. Oeh, je zit nou een computerspelletje te spelen. Bilox. Ja, zo heet dat spel, Bilox. Hop, daar gaat er een. Je kon hem horen, dat was Icy. Oh, niet in de fik, niet in de fik. Niet in de fik, niet in de fik, niet in de fik. Even selecteren dat ze ze meteen kan blussen. Nee. Schiet op. Nee, oké. Okay. Oh! Is het vuur? Ik hoor iets brand. Wel echt te slapen. Ik meende dat ik het vuur... Oh, ze hebben die haard aangezet. Is het dat?
schrik me de zenuwen. Het leeshoekje. Je mag me volgens mij bijten hoor. Oh nee, niet. Ik moet nog 11 uur wachten. Sorry. Hup, nog eentje. Oh, dat was Xandra. Makoza. Warba Quest. Cross the noise, Alpin. Yes, Bondi. Shami. Yes, he. Deroy. Dimple. Nee. Bob Singy. Nibora. Shaw. Briefa. Ghana. Bane. Nilzini. Pesanoi. Kareeb. Mishepani. Pinosa. Gulaga. Spoon Bit. Yabu. Surfa. Orlake. Kimaloo. Forex. Shishumi. Shibi, Yaba, Grisham, Wapata, Krita, Chinosa, Lots of Sarde, Spadan, Lavala, Olivar, Zimonis, Era, and Bobby. Jogubi, Shabashuk, Kanab, Shamagra, Sabur, Beretta, Uskinah, Uskinah, Kanathoi, Narble, I should have been here. Hallo. Felinas, Bamzoi, even on the right, Shamai Lahoin, Gabine, Lovo, Banehi, Miss Stevie Felina, Shell. Buena. Oh, kiss the noise, Sweezo. Oh. Huh. Ik help je mee. Da, alsjeblieft. Archie stond ook te douchen in de regen. Oh. In de regen spelen. Oh. En ze meteen janken dat ze net de kleding heeft. Maar dat is heel simpel opgelost. Als ze daar een klaar hoef je ze alleen even omkleden. Nou, ze hebben het niet. Wacht op mij. Ah, je gaat de boek pakken. Het leeshoekje. Niet storen, hier wordt gelezen. Normaal gegeten. Zal ik je boekje wegbrengen? Alsjeblieft. Oh. Hey, waarom kan die er niet tussen? Zo ja. Maybe Kobe. Sister in turn. We hebben op het moment maar één van Pietje die dorst heeft. Excuse me. Zijn we kracht aan het showen? Ik kan niet oppakken. Ik kan er niet op pakken. Nou wel.
Weet je wat, als jij nou gelijk naar dit ging, hè? Nou, we weten allemaal wie daar ligt. Yep, het zal niet. Oh, die is ook bezet. Holy moly! Dan heb jij die aaskaarten. Hey, dan moet je op de bank slapen. Tja, niks aan te doen. Oh, het regent weer. Ja, buiten. Yeah! Ik krijg mijn plantje bedekt, er is water. Hoef ik niet te doen. Ja, wat heb ik zo op het dakterras? Tomaten, paprika, rode peper. Wat is nog meer? Tuinbonen. Spessiebonen. Dopetten. Aardbeien, tomaten. En moet je niet denken dat mijn dakterras vol zit van elk één plantje. Dus. knoflook. Mm-hmm. Ook nog. Ik denk dat ik volgend seizoen uien ga proberen. Want het is voor mij allemaal een probeersel. Daarom heb ik van alles 1-1-1-1-1. Te kijken hoe het gaat. Het is wel de bedoeling dat het helemaal vol komt te staan. Oh, wat is er aan de hand met je? Oh nee, 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 ze hebben alle drie dorst. Ja. Mijn kan je niet gebruiken. Ik heb nog een kaars uit Goedel voor 7 uur. Ja. Je zal die andere twee. Oh, we hebben weer een kaarsje. Ja, je gaat eerst eruit. Wat is het? Oh nee, het is pas 3 uur. Nee, je gaat nog slapen. Die vampieren die slapen nooit, dus. Zoals ik al in de eerste tweede film zei, ik had eigenlijk met een vampier willen spelen als mijn karakter. Maar dat vind ik niet eerlijk, want ik kan naar mijn eigen voeren. Op anderen, terwijl die anderen dat uit hun zelf moeten doen. Daarom heb ik uitsluitend besloten niet met een vampier te spelen, want vampieren zijn mijn favoriete klasse in dit spel. Ik heb alien, ik heb wizards, ik heb vampieren, van die semi-mine. Maar vampier is mijn favoriet. Vooral als je dan je eigen ontpopt tot meeste vampieren en dan gevechten aangaat met andere vampieren en dat je ze gewoon met alle gemak van de wereld verslaat. Vampier tussen vampier bedoel ik, en niet mens. Mens gaat het niet lukken. Niet zo snel, laat ik het zo zeggen. Misschien dat het wel kan, maar volgens mij kan het niet echt. Want een vampier zelf is ubersterk. Bovenmenselijk. Ah, je bent wakker! Nou, wil je even gaan repareren dan? Ja, ik ga een beetje 138 euro's uitgeven aan een nieuwe, terwijl ik voor niks gerepareerd kan worden. Ja. Hey, ik ben een Nederlander, hè? Ons benzine. Hey, mijn autosave is weer terug. Yeah! Ik was helemaal vergeten dat ik hem destijds uit had gezet. Voordat ik deze filmopname deed. Oh god, wat mijn wekker eigenlijk wil. Oh, ik ben mijn wekker vergeten. Nee, dat kan niet. Mijn wekker moet staan. Nee, mijn wekker staat. Ik heb nog 9 minuten. Ik schrik al. Hij was alleen op de achtergrond, laat ik het zo zeggen. Poeh. Wat heb jij nog allemaal? Geen honger? Ja, maar ja, dat is standaard. Daar maak ik me niet druk om. Maar je gaat eerst naar de wc, dan ga je eten. Slapen laat ik je niet doen.
Nou, normaal mag je tot 8 uur slapen, hè? Maar ja, tegen het tijdje klaar met wc met eten is het al 8 uur, denk ik. Standje 3. Dat zeg ik, het is 5:30, dan gaat ze pas eten. Ja, 8 uur redt ze niet. Half 7. Kwart voor 7. Je kan nog wel even. Je bent naar de wc geweest. Ik hoorde een poem. Hoe is het met de schone slaapster? Oh, die is gebeten. Oh, wie heeft zich gevoed aan haar? Jij, Sandra. Jij hebt nog honger. Jij hebt nog honger. Jij hebt nog honger. We hebben iemand die nog beter kan worden. Dus doe je voordeel ermee. Ja, we zetten haar in een gevangenis met de deur op slot, zodat die vampieren er niet bij komen. Wachten tot we ze allemaal honger hebben, dan doen we de deur open. Kijk wie er als eerste gaat bijten. Nee, dat moet niet. Ik ga geen Sims opsluiten. Behalve als ze me echt tot idioterie dragen dat ze niet luisteren, dan. Of dat ze iets niet moeten doen en wel gaan doen waardoor ze doodgaan. Ja. Hallo. Dan is het hun eigen schuld, dan kan ik er ook niks aan doen. Nee, ik heb. Bliksem heb ik uitgezet. Omdat bliksem zoveel kapot maakt. Je Sims kan doden. Daar heb ik het niet voor gedaan. Maar ik deed van arm naar rijke stinkert. En dan had ik eindelijk had ik het tv maar nog geen huis. Dus ik kon tv kijken. Na veel pijn en moeite had ik eindelijk een tv. De bliksem slaat in. Pats, tv kapot. En ik had geen geld om hem te vernieuwen. Vervolgens. Ik heb eindelijk mijn huisje, vier muurtjes, wc met pijn en moeite gekregen. Wat had ik nog meer? Een ijskast. Het was herfst. Het begint te onweren tot 2 keer en toen blikseminslag mijn huis in de fik. Ik zat op mijn werk, dus ik kon niks doen. Toen had ik zoiets van, de bliksem gaat uit. Sneeuwstormen mogen van mij doorgaan. Regen mag van mij doorgaan. Maar de bliksem hier met het weerpakket is extreem. Als je die klappen alleen al hoort. Ik zou hem nu eigenlijk wel weer aan kunnen zetten, want we spelen geen LP. Moet ik me wel even herinneren dat ik hem weer aanzet. Dat noemen ze onweer. Yeah. Bliksem. Je ziet de verlichting zo de grond in. En die klappen die je hoort. Nou, dat hoor je met onweer niet. Dat hoor je alleen met bliksem. Ja, we kunnen wel even opslaan. Oh, dan hebben we net goud gesleept. Dat is zo standaard van. Als ik dat gedaan heb, zie ik opslaan staan. Nu opslaan. Maar we hebben net opgeslagen. Maar ja, maakt niet uit. Jij bent te slapen. Oh ja, dat had ik gezegd dat je dat moest doen. Ja, dat is waar ook. Wat ga je daarna doen? Plan? Oh ja. Hoe gaat het met mijn fruit? Hey, er is er weer eentje gebeten door jou. Nee. Oh. Even kijken. Wie is er geel? Groen. Jij. Yep. Dus ja, het begint niet wat te komen. Maar er is nu niemand meer beschikbaar die gebeten kan worden. Hey Sandra, ga even kijken wie er ligt.
Hé, hey, wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ja, jij ligt te slapen. Oh, je wordt wakker. Ga even alles oogsten. Want ik speel met jou en jij bent degene aan wie ik fruit moet geven. En jullie hebben zelf gezien, ik kan fruit geven. Dat geeft misschien zo een beetje extra. Maar het is even dat ze iets beter voelen. Tot de tijd dat het weer gebeten kan worden. Want ja, 24 uur kan er niks gebeten worden. Bij mij duurt het ook, denk ik, nog een paar uur. Oh nee, ze kunnen van mij eten. Nee, oké. Okay. Ze kunnen van mij eten, dus ik zal de volgende pineut wel wezen. Maar dan moet ik eerst even het plasma fruit weghalen. Want ik vertrouw het, ik zeg wel dat ze niet plukken. Maar misschien doen ze het wel, maar ik dacht van niet. Want ik moet altijd zelf altijd plukken. Dus ze verzorgen de tuin wel automatisch. Maar bieden doen ze niet automatisch. Oh ja, dat doen ze wel automatisch. Nee, oh, niet liegen. Dat doen ze wel automatisch. Maar plukken, ik heb ze nog nooit iets zien plukken. Ze is buiten, Icy. Ze komt eraan. Je kan er bijten. Dinner has been served. Ze komt nog je kant op. Wat wil je nog meer? Ze loopt rakelings langs je. Hey, ze schuift zich af. Ga erachteraan. Ze is aan het dweilen in de keuken. Ga hem naar de toe. Blijf je dingetje. En ga jij liggen fietsenstalling. En dan ben je weer even moe, weer even slapen. Dan word je weer wakker. Dan voel je je eigenlijk weer kloten. Maar ga je weer in de tuin? Dat heb je net al gedaan. Wat ga jij aan die tuin doen? Ja, niks. Hetgeen wat ik al dacht, niks. Nee, dat had je net al gedaan, hè? Ja. Hoeveel fruit hebben we? 6. Kijk. Dan stoppen we er alleen 1 in de tas van Icy. Dus dat is tas open. Even eentje op de grond. Snel oppakken. Icy. Icy. Als het goed is, als het erg wordt, gaat ze nou zelf aan dat fruit zitten. Ja, hij had toch dorst? Ja, nee, oké. Okay. Nee, ik ben niet. Moet naar die. Ah, wil jij de tv even repareren? Dank je. Misschien moet ik switchen tussen de zin van mijn spel. Dan bedoel ik niet de vampier, maar tussen de personen. Zodat ze allemaal een beetje wat kunnen doen. Ah nee, vergeet het lot af te doen. Slecht is nee, slecht idee. Back and play. Zo. Waar hadden we het over? Ik weet niet. Oh, eindtijd. Bedankt voor het kijken en we zien elkaar in mijn volgende video. Groetjes, doei doei. Oh.